350 jaar geleden overlijdt hij en daarom wordt deze week het Rembrandtjaar geopend. Er zijn het hele jaar door tentoonstellingen verspreid door het land. En we kunnen geruststellen, 350 jaar na zijn dood is Rembrandt nog springlevend. Iedereen een Rembrandt? Een schilderij zoals je nog nooit hebt gezien. Nicolaas Maas begint als schilder van Bijbelse voorstellingen. Dat heeft hij ook bij Rembrandt geleerd. En ik zou maar opschieten, want ik ben al begonnen. Wij zijn schilders voor lege canvassen, waar een weg en een wil is, valt veel te kwasten. In de tentoonstelling Rembrandt Privé vertellen we het verhaal over zijn persoonlijke leven aan de hand van de 17e-eeuwse documenten. De tentoonstelling De Knielende Petrus gaat over welke episode uit het leven van Petrus schilderde Rembrandt nou eigenlijk. We staan hier bij het werk De Brillenverkoper. Dit schilderde Rembrandt in 1624. Hij was nog maar 18 jaar oud.